Ik heb een heel ander onderwerp. Ik interview voor mijn vak en soms blijven mensen hier heel lang bij. En een daarvan is Laura Maaskant. Een meisje dat al voordat ze 20 werd te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek is. Uitgezaaide kanker. En ik wilde eigenlijk gelijk een fragmentje laten zien uit de geweldige serie die Koen Verbraak heeft gemaakt, Kijk in de Ziel. Met 8 mensen die terminaal te horen hebben gekregen dat ze terminaal waren. Mm-hmm. Misschien kunnen we daar eerst even naar kijken. Oké. Doodgaan of dat hele proces, dat vraagt ook wel tijd, merk ik. Ja. In die zin dat ik me daar ook de tijd voor wil nemen. Dat ik wil ervaren wat er moet worden ervaren en daar veel over wil lezen. Bedoel je ook dat je nu al een beetje aan het doodgaan bent? Soms. Ja? Nou, er zijn natuurlijk al heel veel momenten eigenlijk geweest, een soort van voorbereiding op sterven. En ik denk dat iedereen die een moment in zijn leven heeft, dat op het moment dat ik opnieuw hoorde dat ik kanker had en dus ook wist dat ik niet meer kon genezen, stierf eigenlijk al mijn verre toekomst weer. Mm-hmm. Dit was begin 2016. Eerder was er een boek van haar verschenen over, nou ja, de boodschap die ze gekregen had. Toen heb ik haar een paar keer geïnterviewd en daar zijn wel dingen van bijgebleven die me erg raakten. Ze had bijvoorbeeld nog nooit een vriendje gehad en ze dacht ook van, ja, dat komt er niet meer van. Ze was gestopt met de studie omdat ze het confronterend vond om in collegebanken te zitten tussen mensen die eigenlijk zo met later bezig waren, wat voor haar dus, ja, ja, betrekkelijk kort leek. Ze had ook al de kleding uitgezocht voor de uitvaart. En daar hebben we ook nog wel gelachen, want ze had van die onmogelijk hoge naaldhakken uitgekozen. Want ze zei, ja, ik hoef er toch niet meer op te staan. Dus die kan ik aan. Daar kan ze ook zelf erg om lachen. Vorige week kreeg ik ineens een LinkedIn-verzoek van Laura. En ze bleek in Amerika te wonen. En ik vond het natuurlijk heel leuk om van haar te horen. En ze blijkt daar te studeren. Ze heeft de studie weer opgepakt, dus ze zag toch toekomst. En dat vond ik heel mooi om te horen. En ik vroeg aan haar, hoe kan dat nou eigenlijk? Want je hebt uitgezaaide kanker, zit ook nog in de longen, hoe kan dat? En dat was een vraag die ze vaak kreeg en ook soms wel lastig vond, omdat ze bijna het gevoel heeft dat ze moet verantwoorden dat ze nog leeft. Maar de tumoren groeien niet zo snel als was verwacht. En ze studeert weer en ze heeft ook een vriendje. Dus ik vond dat een heel mooie, hoopvolle update van haar. En dat wou ik graag delen.